De Vinquier site in Gent is het decor waar je vanaf morgen naar oldtimers kan gaan kijken. Het is een deel van de collectie van de familie Mahy die op een bepaald moment meer dan 1000 wagens had verzameld en het was nog eens tijd om die tentoon te stellen. Het zijn uitsluitend wagens die we uit de reserves gehaald hebben. Het zijn wagens die eigenlijk nooit tentoongesteld geweest zijn voordien. Eén voor één allemaal hebben ze een geschiedenis, een historie en die proberen wij te vertellen aan het breed publiek. Zoals het verhaal van deze Amilcar die plots in handen kwam van de vader en oom van Michel toen die amper 12 jaar waren. Die Bengels hebben met die wagen mogen rondrijden op hun buitenverblijf in Sint-Denijs-Westrem. Dus je kunt wel denken voor jongetjes van 12, 13 jaar dat dat een hele leuke cadeau was. De wagens zijn ook gefotografeerd, gewoon zoals erbij staan in een loods in Henegouwen en tegen een witte achtergrond. Omdat wij gewoon zijn om enkel nieuwe auto's op een witte achtergrond te zien. Auto's die leeg zijn, zonder verhaal. En ik vind dan die oude auto's, als ze geleefd hebben, evenveel aandacht, zelfs nog meer aandacht verdienen als hun verhaal geschreven is om ze nog eens in een witte studioachtergrond te fotograferen. De geschiedenis van deze wagen staat in een boek, maar je kon hun verhaal net zo goed in het stof op de carrosserie schrijven. Dit is geen tentoonstelling met blinkende bolides. De bedoeling van deze wagens is momenteel ze zo laten, proberen om ze te redden van de tand destijds. Vooral de houtmemel en het roest proberen we een beetje bij te houden. Maar ze hebben één grote charme, dus de laag stof die erop zit en ook hoofdzakelijk, ze zijn heel origineel. En het probleem met huidige collectiewagens dikwijls is dat ze gerestaureerd zijn en vooral overgerestaureerd zijn. De tentoonstelling opent morgen en is elke dag te bezoeken tot eind oktober. We hopen dat alle Gentenaars hier graag gaan komen. Het is natuurlijk allemaal een beetje nostalgie. Mahy, het circusgebouw, Gent. We hopen via deze expo die relatie weer een beetje goed te krijgen.